Welkom bij Rijnmond Nieuws. We beginnen in Strijen, want vandaag maakte een commissie van Tweede Kamerleden een bustour door de 5 gemeenten die straks mogelijk worden samengevoegd tot 1 gemeente Hoeksche Waard. En vanmiddag, hier op het dorpshuis in Strijen, is er een hoorzitting waar voor- en tegenstanders nog 1 keer hun zegje kunnen doen. En van die gelegenheid maken tientallen mensen gebruik. Natuurorganisaties, ondernemers, sportclubs. Er zijn meer voor- dan tegenstanders die spreektijd hebben aangevraagd. Heeft u nou ook goede hoop dat u de Kamerleden vanmiddag kunt overtuigen van uw standpunt? We hopen het, mevrouw. We hopen het, ja. Wij zijn vanmorgen 10:30 zijn we al in de weer. Dus we hebben eerst Numansdorp geweest en nu hier weer. Dus hopen dat we de boel kunnen overtuigen. Wat is u opgevallen vanmorgen met de tour door de regio? Dat al die dorpjes ook min of meer hun eigen karakter hebben. Ook alleen al qua bebouwing. Dat eigene, dat is wel de moeite waard om dat ook te behouden. We hebben toch gemerkt dat de afgelopen tijd onze stem sowieso eigenlijk niet gehoord wordt. Er is een burgerpeiling geweest waaruit voortkwam dat 70% tegen was. Daar is niets mee gedaan. We hopen vandaag door toch nog te protesteren dat de mensen toch nog naar ons luisteren. Bij een referendum heeft 70% nee gezegd. Hoe kijkt u daar tegenaan? Een referendum is altijd een ja en nee. Maar als het gaat om de argumentatie achter, is zo'n hoorzitting ook heel erg belangrijk. Dus ik wil ook echt weten, wat zijn nou de zorgen daarachter? En misschien zijn er dingen om dat ook te kunnen regelen. De Tweede Kamer besluit later dit jaar over de herindeling. Als die doorgaat, is de samenvoeging van Binnenmaas, Kromstrijen, Korendijk, Oud-Beierland en Strijen vanaf 1 januari 2019 een feit. Tot zover de hoorzitting over de mogelijke herindeling in de Hoeksche Waard. Gaan we nu verder met ander nieuws uit onze regio.